En het beste van roadtrips is natuurlijk de autotop en de Haribo en de chocola. Nee, maar we waren gestopt om met snoepen. We waren gestopt met snoepen, ja. Don't fat shame me, please. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik loop naar beneden, want ik ga foto's maken met Monica. En dan ga ik het eten met Claire, Yves en Kay. En ik wil zo'n spullen opeten, dus ik stop even. Ik ben aangekomen bij Imperial Romano. Met alle meiden gezellig. En we gaan terug op pasta eten. Again. Ben jij echt een snijfjes Ik had deze wc niet. Ik moet echt. Die man komt vanavond bij mij. Ik heb al 2 keer geslapen. Ik word wakker, want ik heb helemaal zweet. De kaas, het eerste gedeelte van onze pasta. Dat is echt dik terug. En surprise. Dat zeg je, schat. We zijn allemaal live aan het doen. Kijk eens horen. Ik ben blij dat zij hier helaas niet zitten. Nee, als zij dit zouden horen, we zijn niet dronken. Ik ben gewoon mezelf. Ja, eindelijk. Maar dat is echt leuk. We zien jullie. We zijn ook echt niet dronken. Kijk hoe sympathiek ze is. Ja, dat is lekker plek van mijn vriendin. Dit is echt voorbeeld. Deze ketting is van Beats bij Romy's. Dronken Jacqueline. Nee, ze is helemaal niet dronken. We zijn echt niet dronken. Ik kom thuis en er staat zo'n bizar groot pakket van H&M. Ga ik morgen unboxen. Ik ben weer thuis en het was echt super gezellig. We hebben daar dus 4 uur gezeten, maar ik heb echt het idee of we er maar heel even hebben gezeten. Het was heel gezellig en ik heb even melk gehaald voor Olivia, dat was op. En het is dus nu 11:15 en het is gewoon nog licht buiten, echt bizar. Maar binnenkort 21 juni is volgens mij de langste dag van het jaar. Oh. En ik baal er echt nog steeds van. Dat mijn vlogcamera kapot is. Echt super irritant. Maar goed. Ja, dat was het. Ik ga even kijken wat Sander aan het doen is. Ik loop dus nu net naar binnen. Die is boven. En dan lekker naar bed. Ik zit al enige tijd gezellig bij Sander in de studio. En ik wilde nog even zeggen. Want we hebben even met de meiden gezeten. En er komt weer een volgende klassetil aan. Die komt ongeveer september. Zodra de exacte datum bekend is, dan laat ik dat weten. En omdat er vorige keer zo veel mensen op af waren gekomen, gaan we het dit keer volledig anders aanpakken. Maar daarover snel meer. Want ik vond het wel jammer om te horen dat sommige mensen niet eens naar binnen konden. En dat vind ik gewoon super jammer, want het was echt hartstikke leuk. Alleen we hadden gewoon niet zoveel mensen aan zien komen. Maar goed, volgende keer gaat het allemaal beter. En de mensen die niet naar binnen zijn gekomen, daar gaan we ook nog iets voor bedenken natuurlijk. Dus dat wil ik even zeggen. En ik ga lekker mijn make-up eraf halen en dan ga ik lekker slapen. Want het is laat. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Wij zitten in die tent gezellig samen. We lijken een echte rood al. Ik weet niet waarom. Ja. We hebben net lekker ontbeten. Nee. Ik heb weer een nieuwe vlogcamera. Lekker vloggen. Yay. En Olivia helpt met de unboxings. Ja, goed zo. Oké, en zoals ik gisteren zei, ga ik even al deze dingen unboxen. De eerste dingetjes die ik gekocht, dat waren van H&M Home. En dat waren deze kussentjes en een supermooi roze kleed voor in de tibi-tent. Kan Olivia lekker daar met mij boekjes in lezen. En daarnaast had ik voornamelijk spulletjes voor Olivia gekocht. Dit superleuke hoedje had ik gekocht. Want ze heeft niet, tenminste heeft wel hoedjes, maar die passen allemaal niet meer. En deze. En ze houdt er van hem in de pierenbadjes te spelen. Dus ik heb waterschoentjes gekocht. 3 stukjes. En dit superleuke pakje. Nee. Een roze van katoen. Bij elkaar hoort. En... 4, heel saai. Gewoon witte rompertjes, sokjes en dit bomberjackie. Die is ook super leuk. En ik had voor mezelf gewoon wit denim rokje. Die zal ik zo ook even laten zien. Oké, ik heb me even soort van opgemaakt. In 10 minuten.
En we gaan nu naar Keulen rijden. Ik heb mijn vintage Gucci shirt aan en het denimbroekje van H&M dat ik gekocht heb. Volgens mij hebben ze hem niet meer, maar ik zou hieronder even van ASOS, heb je volgens mij wel mooie nog. Zal ik hier ook even klikken. Wij zitten in de auto onderweg naar Keulen. En het is nog steeds super lekker weer, dus we hebben geen dak. En dat is heel fijn. Wij zijn Sander's nieuwe mixtape aan het luisteren. DJ Antonio, next one up. Ik zal hem hieronder even linken. Wij gaan dus in samenwerking met T-Mobile naar de Gorilla's toe. En dat is wel heel vet. T-Mobile is altijd best wel een leader met allemaal vette nieuwe elektronische ontwikkelingen. Dus dat is wel cool, want Gorilla's heeft echt zo'n concert waar alles helemaal 360 is. En ze hebben ook, T-Mobile heeft ook een app ontwikkeld. Die heet Lens App met een Z. Ik zal het hier even ergens uitschrijven. En daar kan je dus als je zeg maar met je iPhone of andere telefoon over roze, de kleur roze gaat. Anywhere, roze bloemen, roze kleding, roze snoep. Dan krijg je nieuwe content van de Gorilla's zien. Dus dat is echt super vet. Maar goed, wij zitten dus in de auto. En wij gaan... Wat gaan we doen? Mickey! Mick halen. En ja, mijn hart is zo wild van deze wind. Wij zijn aangekomen. Ik kan echt nauwelijks de auto uit. Ja. En ja, we gaan even kijken. Ik ben echt bloot gekleed, maar het is hier 31 graden. Dus ik heb dit aan. We gaan even kijken waar we naar binnen moeten. Heb je er zin in? Ja, als je hem ook het raam dicht hebt gedaan. Je raam dicht doet, ja. Dat zou wel zo slim zijn. Mijn haar ziet er echt niet uit, maar ik zweet. Dus ik dacht, ik laat het lekker zo. Wij zijn binnen. Maar ik heb ook al geklopt dat we naar de Mac gingen. En het is nu 9:30, dus ik ben benieuwd of het zo gaat beginnen of niet. Het is wel echt een super mooie locatie, hè, San? Kijk. Jij hebt er wel eens wat venues van binnen gezien. Ja, dit is echt een heel mooi venue. Palladium in Keulen. Ja. The front of house, als iemand kijkt die bekend is met concerten en dergelijke. The front of house is basically waar alle elektronica zich afspeelt. Dus het geluid en de mixage, licht, noem maar op. Die is hier zo groot. Maar obviously is dit ook een beetje een soort multimedia achtig. Ja, concert, ja. Ik heb er super veel zin in. En ik ben een super fan van Damien Albarn. Dat is zo'n bright mind. Nice. En heeft een paar mooie albums gemaakt. Komen het concert uit. Het was zo vet, hè, San. Zo vet. Het is echt heel tof. Maar ik heb dingen gefilmd, dus ik denk dat jullie het gaan zien. Mijn oren piepen echt helemaal. En ik zit lekker onder een lantaarnpaal. En het is nog mini beetje donker, 11 uur. En we are going back to Amsterdam. Let's go.
En het beste van roadtrips is natuurlijk de autotop en de Haribo en de chocola. Nee, maar waren we gestopt om met snoepen? Waren we gestopt met snoepen, ja. Don't fat shame me, please. Wij zijn weer bijna terug in Amsterdam. En het was echt super rustig op de weg. We hebben het de heenweg zo lang over gedaan, maar nu was het wel oké. Zo leuk. Ik had net al berichtjes ook gekregen van meiden die gewonnen hadden dat ze het zo leuk hadden gehad. Dus dat vond ik zo leuk om te horen. Ik had het ook even bij het concert in Instagram live gedaan. Want ik heb een unlimited abonnement. Dus ik kan lekker onbeperkt internetten. En zo grappig. Ik zat net, had ik het met Sander erover. Ik weet nog zo goed de eerste keer dat ik naar Parijs Fashion Week ging. Dat is denk ik 4 jaar geleden. En toen had ik dat dus niet. Toen was internet echt super duur. In het buitenland. En toen had ik mijn blog en zo. En dan wilde ik mijn blog dingen uploaden vanaf mijn telefoon. En moest ik altijd naar wifi. En de wifi deed het nergens toen in Parijs. En die tijden zijn zo veranderd, hè. Dat je gewoon lekker overal. En jij hebt helemaal natuurlijk met jouw werk ook. Dat je gewoon lekker overal online kan zijn en kan streamen. Ik kijk ook Netflix en zo op mijn telefoon. Maar dat is dus nu sinds kort ook weer nog meer veranderd. Dat je echt een limited. Dat is very nice. Ja, er is toe te voegen aan deze avond. Nee, maar ik was wel laatst aan het feesten met Olly. Ja. En toen zat ik in New York, denk ik, geloof ik. En dat was zo super scherp. En toen realiseerde ik me dat 12 jaar geleden, toen ik dan zeg maar skypte ik met Bibi. Ja, ik ook. Met Bibi. En dat was dan dial-up, weet je wel. Die connectie was echt, ja, echt slecht. Hè? Had elke hotelkamer een kabel, weet je wel, waar je die... Oh my god, die in je laptop moest doen. Die in je laptop moest doen. Ja, maar dat is dus echt gewoon nog maar een paar jaar geleden. Ik weet het. Dat was het eerst. Zelfs toen wij met elkaar gingen, hadden we altijd ruzie erover wie in de hotelkamer die stekker erin moest doen. I mean, basically, ja. Wij zijn weer lekker thuis en we liggen in bed. En we gaan lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Doei. Goedemorgen. Olivia is net wakker en het is, hoe laat is het, Sam? 8:30. Zo laat? Dan moet je zo naar de crèche. Ik heb me even snel aangekleed en ik ga Olivia naar de crèche brengen. Ik heb die Tommy trui aan. Volgens mij is hij nog op een aantal plekken te kopen. Ik krijg er echt super veel vragen over, ook in mijn DM op Insta. Dus ik ga even zoeken en dan link ik het hieronder. Voor het 5-jarig bestaan van Forever with Everyone. Dat is leuk. Nou, Bibi heeft ons inmiddels gejoined. En we gaan nu. En ik heb me inmiddels omgekleed. En we gaan Olly halen op de crash. En dan gaan we naar Kay. Gezellig. En dan komen er vrienden eten bij ons. Dus dan ga ik koken. Het is zo warm. Het is echt heel warm. 30 graden. Helemaal. Ja, dat snap ik. Ik kom thuis en er zijn wat pakketjes afgeleverd. Dus ik dacht, ik laat even snel zien. Oh, Sander belt mij. Moment. Oké, ik heb een nieuw shirt gekregen. Van, en mijn allemaal leuke goodies. Een leuke goodiebag van Oe Boutique Stores. En volgens mij is het een samenwerking met Jeez Louise. Dat is een superleuk merkje ook uit Amsterdam.
Oh leuk, het shirt ziet er zo uit. Oh la 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 staat erop. Heel nice. En allemaal dingetjes zitten erbij. Bijvoorbeeld dit. Superleuk. Chocoladereep. Maar die er extra leuk uitziet. En pillow spray van Maris en Amaris. En oh, dit is leuk. Een leuk notebookje. Ik ben echt notebook obsessed. Zijn jullie dat ook? Laat me even weten. Misschien ga ik wel leuke notebookjes maken. Zouden jullie dat leuk vinden? Want I love notebooks. Even kijken. Ik hoop dat die lijntjes heeft. Yeah. Ja, superleuk. En tadaada, leuke theedoek. Altijd handig. Is echt superleuk trouwens wel deze. En een kaart. Ah, leuk. Leuke kaarten zitten erbij. Heel leuk. Ik heb hier leggen voor als ik kaartjes moet geven aan mensen. En what is this? Oh, wat grappig. Een kleine clutch van een limoen. Cool. En een leuke broche. En een gelddingetje. Wat een leuke goodiebag is dit, zeg. Echt super nice. Allemaal leuke items. En iets van Love Stories zit er in de goodiebag. Kijken. Oh, wauw, die is mooi. Een slaapding, maar echt een hele fancy. Zou ik dit erbij laten? Ja, dat is handiger. What else? Iets van Ala. I love Ala. Dat is echt een leuk merkje. Oh, dit zijn allemaal leuke kaartjes. Kijk. Die en die. En die en die. En die. En wat zit er verder nog bij? Echt veel. En dan heb ik van mijn favoriete plek ter wereld een doos van mijn Theresa. En ik weet al wat erin zit, want ik heb het zelf besteld. Alleen, het is super mooi. Echt een classic jurk. Er is een merk die ik echt super mooi vind. Het is wel echt aan de prijzige kant. Het heet Self Portrait. En die hebben super mooie jurkjes onder andere. En ik wilde een heel mooi basic jurkje daarvan hebben. Dus die heb ik besteld. Ik zal hem even laten zien en dan zal ik hem morgen of zo even aantrekken. En, ta-ta-da-da. Oh wauw. Dit is het jurkje. Echt zo nice. Ik hoop dat het past, want het valt... Tenminste, de andere jurk die ik heb valt echt super klein. En want welke maat heb ik hem besteld? Volgens mij had ik hem trouwens al in een 38 besteld of zo. In ieder geval groter, maar dat weet ik niet meer zeker. I hope so. Kijken, waar zit het labeltje? Ik heb eigenlijk zin om hem weer aan te doen, alleen dat is echt onzin. Ik heb mijn UK 10 besteld. Volgens mij is dat 38. US6. Nou goed, ik laat jullie morgen zien. Ik ga nu snel mijn spullen pakken en olie halen en naar Kay. Kay, ik kon toch niet wachten, dus ik heb hem snel even aangedaan. Maar ik heb hem niet helemaal dicht, want ik ben alleen thuis en dat lukt niet. Maar, ta-da-da. Hij ziet er zo uit. Dat vind ik heel mooi. En de maat is goed. Dus het is een maat groter dan dat je normaal neemt. Zeg maar. Wij zijn aangekomen bij Kay. En het ziet er zo mooi uit. Dibby, laat eens de tafel zien. Wil je eens filmen? Wat? Wil je de tafel bij Kay nog filmen? Ook vanaf een afstand. Je kan het zien hoe mooi het eruit ziet. Oh, oh, you krijgt ook van die krulletjes. Ja, maar dat is zo lief. Wat heb je vandaag gedaan, joh? Ja, nu is het wachten. Maar zij is echt bang dat het op me komt.
Oli is lekker op de gang aan het spelen met haar vriendin Yuki. Dat is gezellig, hè? En met Biebs natuurlijk. Olivia, ga maar een kusje geven aan de baby. Doe maar een kusje geven. Ik ben thuis en Marjolein is er gezellig. Mijn lieve vriendinnetje uit Barcelona. En Sanders nichtje Dagmar is ook gezellig. Vind je niet erg als ik je film? Okay. Ik begin zomaar mensen te filmen. En we zijn aan het koken. Vegetarische. Jij bent aan het koken, toch? Nee, jij bent aan het koken. Nee, jij bent aan het koken. Ik zei, wij zijn aan het koken. Wij hebben gegeten en ik heb van Marjolein voor mijn verjaardag nog super mooie oorbellen gekregen uit Barcelona. Heb ze die gekocht. Echt, I love it. Ben ik nou verbrand? Nee, toch? Zit het verbrand? Nee, het lijkt heel rood, maar op de camera, maar het echt niet. We hebben gegeten, pasta en veel snoep. En Olly slaapt en ik ben met Bibi en Sander. Trouwens, ik krijg van jullie allemaal comments. Want Bibi gaat naar het Fonds Vité en dat weten jullie allemaal. En die stond in de brand vandaag. Ja. Dus dat weet ik. Ik kreeg er allemaal comments over. Maar we zijn er van op de hoogte. Ja, heel lief dat mensen comments erover sturen. Je filmde de muur, maar ja. Oh, oké, sorry. I'm so sorry. Leuk shirt heb je trouwens aan. Ja, dat is voor jou. Ja, yeah. I know. Die heb ik al enige tijd niet meer gezien. Ja. Ik heb het gevoel dat het weekend is, omdat er allemaal mensen kwamen eten gezellig vanavond. Maar dit is natuurlijk. Ik heb vakantie. Ja, en ook omdat jij vakantie hebt, heb ik misschien ook het idee dat het weekend is. Maar, we are going to bed. Kwart voor elf. Ik ben niet awake. Ik ben echt heel awake. Awake. Ik ben wel echt kapot. Ik heb 4 uur geslapen afgelopen nacht. Tijd om naar bed te gaan. Good morning. Mijn haar zit echt wild. Het is vandaag donderdag. En het is zo warm. Het is nog vroeg. Maar het is echt al bloedje heet. En ik ga eventjes wat dingetjes halen bij de appie. En dan thuis werken. En dan vanmiddag lunchen bij Impero Romano. Met Bibi en Sander. Een keer met z'n drieën. Dus dat is wel gezellig. Ik zit in de auto met Bibi. Zit jij ingelogd op mijn Ja. En we gaan nu lekker eten. Het was zo warm, we zijn even binnen gaan zitten. En we gaan lekker bestellen. Wat ga je nemen, San? IJs. Bakken ijs. Hele bakken ijs. Ja, goed wel. Dit niet is heel makkelijk. Nou, je dacht maar. Wil je de vlog overnemen? Nee hoor, oké. Bibi zat mij na te doen op een hele vervelende manier. Hè, Bibi? Ja. Ja, we hebben lekker gegeten. En we lopen nu naar huis. En dan gaat Bibi lekker met Olivia in het water ergens spelen. En dan gaan Sander Kleinenberg en ik weer verder werken. Ik voel me als een opgeblazen ballon. Als een opgeblazen ballon. Ja, we hebben wel flink zitten eten. Ik heb een leuke straat. Een mooie straat. Anywho, we gaan verder lopen. Zo lekker weer, het is nu echt lekker. Ja, van windje. Dat windje, ja. Ik heb net echt super fijne producten. Lipstifts en zo binnengekregen van Armani. En een eyeliner. Ik ben altijd super benieuwd naar nieuwe eyeliners. Dus die zal ik morgen uitproberen. Mascara. En een hele mooie wenkbrauwkleur. Dit is Wedgwood. Wax / poeder is het. En echt zulke mooie kleuren. Even denken welke is ook weer mijn favoriet. Die ik tot nu toe gezien heb. Dat is 200. Deze. Dit is... Ja, 200. Oeh, ik wilde net mijn kast gaan opruimen. Maar het onweert zo erg. Ik ben echt super bang voor onweer. De ramen staan open. Ja, ik ga maar weer bij Sander op de verdieping zitten. Oeh, dit is zo eng. Oké, de onweer
is over als het goed is. En ik wilde nog even wat bespreken. Want de laatste tijd krijg ik meer en meer berichten. E-mails en direct messages en dat soort dingetjes. Dus ik merk gewoon dat er een misvatting, laat ik het zo zetten. Ik weet niet of het een misvatting is. Ontstaat over Instagram foto's. En die ik en ook andere, mijn vriendinnen bijvoorbeeld, posten. Heel veel mensen zeggen dan dat ze er depressief van worden. Of dat ze zich daardoor niet goed genoeg voelen. Omdat ik doe dat vooral. En nou ja, best wel veel mensen doen dat natuurlijk op Instagram. Echt gewoon, ik post niet foto's op Instagram. Van, oh, ik heb vandaag geen make-up op en ik ga mijn kledingkast opruimen. Ik doe echt, zeg maar, als ik helemaal leuk opgemaakt ben en leuk aangekleed ben. Dan post ik een Instagram foto in de leukste setting, zeg maar. Dus echt het perfecte, de perfecte punten van het leven staan alleen op mijn Instagram. En ik vind dat zelf heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk als anderen, zeg maar, echt de perfecte momenten posten. Want ik kan echt zo genieten van mooie foto's. En ik zit ook elke dag op Pinterest in We Heart It. En ik vind echt niks zo leuk als mooie foto's zien. Dus ik vind het zelf ook, vind ook niks zo leuk als mooie foto's maken. Maar ik merk wel, ook gewoon van jonge meiden, dat ze vinden dat er wel een beetje een perfect plaatje ontstaat wat onrealistisch is. Dus daar wilde ik even zeggen, kijk, jullie kijken natuurlijk de vlog, dus jullie weten dat, zeg maar, niet alles perfect is. Maar als je mij alleen op Instagram dus volgt, kan je dat misschien wel denken. Dus ik wilde nog even zeggen, vergeet niet dat iedereen zijn eigen struggles heeft. En ook al lijkt alles perfect, niemands leven is perfect. Er bestaan geen perfecte mensen. Ik ken niemand die perfect is. Al mijn vriendinnen, ook al mijn vriendinnen die op Instagram zitten, hebben allemaal persoonlijke issues en dingen. En dat heeft iedereen. En ik heb het ook, ja, ik heb ook genoeg slaaploze nachten die ik ook niet altijd vlog. Ik heb genoeg ruzie met Sander. Altijd, bijna elke dag. Omdat, ja, bijna elke dag, wel een paar keer per week. Dat is gewoon hoe ik ben en hoe Sander is. En andere familie issues. En ja, nou ja, genoeg issues ook zelf. Maar goed, wat ik zeg, ik kies daarvoor om wel perfecte foto's op Instagram te zetten. Omdat ik gewoon mooie foto's en mooie content, jezus, leuk vind om te posten. Maar goed, ga er niet van uit dat dat het echte leven is, want dat is het dus niet. En niemand laat zijn echte leven zien. Zelfs niet mensen. Nou, Monica laat wel veel. Monica is iemand, denk ik, die het meest echt van haar leven laat zien op haar vlogs. Maar voor de rest ken ik eigenlijk niemand die dat doet. Dus word er niet onzeker van. Iedereen voelt zich slecht. Iedereen voelt zich wel eens lelijk. Iedereen voelt zich wel eens. Iedereen maakt ruzie met zijn vriend. Iedereen heeft familie waarin mensen zitten met problemen. Iedereen heeft zelf problemen. Weet je, dat is gewoon hoe het leven is. Dus ik hoop dat dat een soort van duidelijk is. En daarbij ga ik ook de vlog afsluiten. Want volgens mij heb ik best wel veel gevlogd deze week. Heel erg bedankt voor het kijken. Ja, als jullie willen, kan je je mening hierover achterlaten. Over of Instagram nou verkeerd is. En een onrealistisch beeld geeft. Of hoe jullie daarover denken. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik hoop dat ik zo'n beetje heb uitgelegd hoe ik erover denk. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je niet gesubscribed bent, doe dat dan hier ergens. En dan zie ik jullie woensdag weer.